Met veel tegenzin zijn maandagmorgen de werkzaamheden gestart. Ja, 4 januari, dan moeten alle bomen omgezaagd zijn van de gemeente. En er staat een dwangsom op van 30.000 euro, dus dat is wel heel veel. En ja, vandaar dat wij nu begonnen zijn om ze om te zagen. Het is agrarische grond, hebben wij 15 jaar geleden gekocht van de buurman. En omdat ik geen agrariër ben, mogen er geen bomen op staan. Dus vandaar hebben we allerlei procedures gehad, rechtszaken, alles aan de hand. En nu is het zover dat het gewoon omgezaagd moet worden. En het is ook zo dat als je naar de buurman kijkt, hiernaast, daar staan ook gewoon de bomen nog steeds op en die hoeft ze niet om te zagen. Maar dat is een agrariër. Ja, ik kan het aan niemand uitleggen. Iedereen die zegt, wat ga je doen? Ik zeg, ja, het moet van de gemeente. En de gemeente heeft maar één reden en die zegt, het is het woongenot wat jullie aan de bomen hebben en dat gunnen we jullie niet. Dus ja. Even later komt de politie. Er zou sprake zijn van illegale bomenkap. Je bent de eigenaar van de bomen? Ja. Okay. Wat er zou iets zijn over vergunning of wat dan ook? Vergunningplichtig? Wij hebben een rechtszaak verloren met de gemeente. En ja. Ik heb een dwangsom van 30.000 euro als ik ze aanstaande maandag niet omgezaagd heb. Dus okay. Wij zijn begonnen met omzagen. Okay. Van Dillen kreeg nog wel steun. Ook van een natuurvereniging. En vanuit de Westlandse politiek. Maar dat mocht niet baten. Westland verstandig, GroenLinks, de rest eigenlijk niet. Die staan allemaal achter het beleid. En die zeggen, joh, omzagen die handel. En dat is heel erg zuur. Het is ook niet uit te leggen aan de burgers dat dit moet gebeuren.